Er ligt bewolking boven de Noordzee en daar valt sneeuw uit. En die sneeuw die komt langzaam maar zeker onze kant op. In de loop van de ochtend gaat het met name in Zeeland en Zuid-Holland licht sneeuwen. En geleidelijk trekt de sneeuw verder het land in, maar verpietert ook. Dus veel neerslag valt er niet landinwaarts. Vanochtend vriest het nog licht op veel plaatsen. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op naar zo'n 1 tot 3 graden. Maar in sneeuwval kan het kwik weer wat dalen. De wind die is aanvankelijk zuidelijk en draait naar het westen. Door de sneeuw kan het in de loop van de ochtend en vanmiddag natuurlijk wel glad worden. Vanavond wordt het geleidelijk aan droog bij temperaturen iets boven het vriespunt. De wind blijft uit de Zuid-Zuidwesthoek waaien en is overwegend matig. En morgen krijgen we dan een vrijwel droge dag. Smiddags dus wordt het 5 tot 6 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het westen of zuidwesten. In de avond gaat de wind toenemen en in de nacht gaat het dan enige tijd sneeuwen. Zondag trekt de sneeuw weg naar het oosten en is ook al deels overgegaan in regen. Smiddags dus is het dan zo'n 4 tot 6 graden. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig weer, met af en toe een winterse bui en temperaturen nog steeds tussen de 4 en de 6 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.